De finale van de eerste editie van de 72 Hours The Hague Film Contest vond gisteravond plaats. Een wedstrijd waar verschillende teams binnen 72 uur een film moesten maken om Den Haag als filmstad op de kaart te zetten. Is Den Haag een filmstad? Ja. In totaal werden 24 films van elk 4 minuten ingezonden, waarvan er 10 doorgingen naar de finale. De ene wat beter dan de andere, hele verschillende genres. Ik was echt verrast, maar vooral heel trots. He, weet je, als we dit niet hadden georganiseerd, was er helemaal niks gemaakt. En stonden gewoon op één dag stonden gewoon 200 mensen in Den Haag te draaien. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Aan de jury de taak om een winnaar te kiezen. Ik heb natuurlijk een voorkeur, ja, maar dat hebben we allemaal. En straks gaan we hebben gezegd dat we het eerst allemaal nog een keer groot gaan zien. En dan gaan we bij elkaar zitten en dan gaan we even knokken wie er de winnaar is. En misschien is het ook wel zo dat als ik het straks groot zie, dat ik, wat zijn er zo'n stuk of 3 wat mijn favoriet zijn. En dan ga ik straks bepalen waar ik voor ga vechten. D66 is een van de initiatiefnemers van de 72 Hours The Hague Film Contest. En mocht meebeslissen wie de wedstrijd zou winnen. Een leuke, maar ook lastige taak. We hebben toch wel een stevig debat moeten voeren. Het zijn natuurlijk allemaal verschillende types. Hè. We hebben de regisseurs, artistieke mensen. En dan ik maar gewoon uit de gemeenteraad. En dan ga je toch kijken van hoe ga je nou tot die beste film komen. En tot de andere categorieën. Maar we zijn er wel uitgekomen. Dat was een leuk proces. De Haagse Oscar, zo moet ik het uitspreken, gaat naar Desperaat van de Het ging heel goed. Wij voelden elkaar zo ontzettend goed aan. En eigenlijk ging het als een treintje. We hadden eerst geschript, twee dagen gefilmd en de derde dag monteerd. Ja, dat ging gewoon perfect. En er is zoveel geleerd. En ja, dat dan dit erbij komt, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Nee. Ik ben heel blij en ik wil het hele team bedanken.